Zo. Nou, het is weer zover. Bertus gaat. Heerlijk, wat kon die praten. Maar de man die ik nu in mijn auto krijg, die kan er ook wel wat van volgens mij hoor. Het is van een behoorlijk bekende familie. Daar gaan we straks van alles en nog wat over horen. En ja, wie weet kan het heel interessant worden. Ik rij nu op de oude Telgte weg. Wet op de privacy. Oeh, maar al, ik weet het niet. Kijk, daar staat hij al. In zijn geel-zwarte das. Een echte DVS'er. Een fan in hart en nieren. Daar zullen we hem hebben. Johan van de Beek. Johan van de Beek. Yes. Johan van de Beek. Johan van de Beek. Is ja, je hebt je achternaam wel mee. Ja, ja, die bek lekker. Ja. Was je zelf ook zo talentvol als Donnie? Nou, ik ben bang van niet. Nee. Nou, misschien had ik wel iets van talent, maar de mentaliteit was waarschijnlijk wat minder. Ja. Dat sowieso. Je hebt wel gevoetbald? Ja. Of gekorfbald? Nee, ik heb niet gekorfbald. Je hebt niet gekorfbald? Wel besmette de familie, maar samen met Ronald het zwarte schaap, hè. We zijn gevoetballen. Ja. Want je komt uit een familie met hoeveel kinderen? Zes kinderen. Zes. Waarvan vier korfballers en twee voetballers. Ja. Dus ja, maar goed, sport stond bij de familie van de Beek hoog in het vaandel. Ja, die was wel. Hè? Dat moest. Nee, dat moest niet. Dat was normaal, dat deed je. Ja. En je vriendjes op school deed het ook. Dus nou ja, dan van de een kwam het ander. Ja, leuk toch? Ja. En dan woon je waarachtig ook nog schuin tegenover Dindoa en tegenover EVC. Tegenover die andere voetbalclub, ja. Ja dat, is dat een bewuste keus? Nee. Dat huis was wel heel erg leuk, dus daarom hebben we toch maar voor gekozen. Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. En op zich, het wonen tegenover een voetbalclub is altijd leuk. Ja, dus dat is precies. Ja. En vlakbij het buitengebied is toch prachtig. Ja, hè? Klopt. Het is echt heel mooi. Ja. Johan. Hoe is het verder? Ja. Goed? Goed. Ja. Dus. Ja. Beetje saai, hè? Getrouwd. Ja, saai. Een paar kleinkinderen die rondlopen. Dus dat gaat allemaal prima, joh. Hoeksteentje, hè? Ja. Hoe oud ben je eigenlijk? 53. 53? Ja. Nou, echt. God, man, in de kracht van je leven, mag ik maar zeggen. Zo voelt dat soms. En soms ook niet. Soms ook niet. Ja. Natuurlijk. Respectabel lid van Geel-Zwart. Ja, al een tijdje. Ik weet niet hoe lang, maar. Nee, weet je. Van DVS weet ik het wel. Bij benadering? Nou, DVS is vanaf 73, dus dat is 46 jaar. Donder. Vanaf mijn zevende. Ja. En dan moet ik even Geel-Zwart. Zal ik een jaartje 30 lid zijn? 35. Ja, zo. Ja. God, dus je hebt echt van alle ins en outs wel meegemaakt van Geel-Zwart? Ja. Ja, en het was altijd wel een hecht clubje, denk ik, of niet? Vanaf het begin? Sinds ik in het bestuur ben wel. Nee. Moet ik even terug in de jaren 70. Ja. Toen lag het eigenlijk een beetje op zijn gat. En toen zijn er wat mannen opgestaan op een feestavond. En die hebben gezegd van, nou, dan gaan wij het Geel-Zwart weer nieuw leven inblazen. Ja. Dat waren onder andere Jan Polen. Ik meen dat Bertus van Nieuwenhuizen daar ook een grote bijdrage in geleverd heeft. Ja, Bertus, dat zei hij de vorige keer. Ja. Later man als Stefan de Brink, Gert Nijenboer, Frans Thomassen. Zo langzamerhand. Gert ons helaas ontvallen. Ja, het is, en Stefan de Brink ook afgelopen jaar. Ja. Het is, ja. Nou, wat Geel-Zwart betreft zijn we wat dat betreft wel klaar voor dit seizoen, denken we. Ja, hè? Ja. Dus, lijkt mij ook, hè. En Jim van der Ridder ook nog natuurlijk. Ja. Dus ja. Dat zijn wel drie hele belangrijke mensen uit onze geschiedenis. Ja, ja. Zeker. Hey, en nu bestaat de club Geel-Zwart uit Mark Tukker natuurlijk. Mark is voorzitter. José Timmer is penningmeester. Dan hebben we Alfred Pluim, Kees Sietsma, Ronnie Koopse en ik. Ja. En ik mag secretaris zijn. Ja, leuk hoor. En een florerende vereniging, ja, hè? Ja, ze hebben de 500 ledengrens aangetikt voor het eerst in de historie. Ja, 500 leden, Geel-Zwart. Ja, dat is echt ongelooflijk, hè?
Maar er wordt nu ook wat actiever gewerfd, hè? Geworven. Ja, geworven. Zeg ik niet, geworven. Ja, ja, secretaris, ja. Hè? Geworven. Gewerfd, geworven. Ja, we zijn actief bezig. En ook maar mensen komen ook naar ons toe. Ja. Die horen van ons, die horen van onze acties en dingen. Goh, daar willen we wel bij horen. Nou, voor de €5 per jaar hoef je het niet te laten. Ja, precies. En, en daarnaast hebben we natuurlijk onze donateurschap sinds een jaar eigenlijk. Ja. En we hebben nu een dertigtal donateurs. Dat is leuk. Ja. Florerende vereniging. Florerende vereniging, dus. Ja. We zijn rijk. Ja, het is rijk. Ja, we hebben best wel veel geld, vind ik. Ja. En daar kunnen we leuke dingen van doen, dus dat is... Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is perfect. Noem eens wat leuke dingen. Die... Afgelopen jaar hebben wij, of wilden wij... Even kijken, trainingspakken geven aan alle niet-selectiejeugd. Ja. Alleen dat initiatief werd overgenomen door Kees Vierhouten. Ja. Van de Vierhoutengroep. Dus, ja. Ja. Dus zijn we verder gegaan, hebben we tassen geschonken aan de niet-selectiejeugd. Dat is een geweldig mooie actie geweest. En volgens mij heel goed gaan dit aangekomen. En dat heeft inderdaad ook weer extra leden en donateurs opgeleverd. Ja. Wat hebben wij nog meer gedaan? We hebben een kantenmaaier voor de... Voor de onderhoudsploeg, voor de maandagmorgenploeg aangeschaft. Ja. Het houtwerk voor het nieuwe pannaveldje hebben wij aan meebetaald. Zo. We hebben inschietdoelen voor de jeugd hebben we aan meebetaald. De geluidsinstallatie binnen en buiten hebben wij een bijdrage aangeleverd. Nou, zo kunnen we alles nog wat opnoemen. Alle kampioenen krijgen van ons wat te eten en te drinken. Mooi dan. Dus ja, het is we proberen overal iets... Het zijn mooie smeerolie te zijn, om het leuk te laten zijn. Ja. Geel-zwart is mooi, Club van 100 is mooi. Ja, 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 ieder met zijn of haar doelen. Geweldig. En mensen. Ja, ja. Zo heb je diverse takken, hè, bij DVS. Ja. Business Club natuurlijk ook. Ja, de Business Club is natuurlijk meer gericht op maar dat is meer het eerste en als bedrijvennetwerk. Ja. Maar wel heel erg goed dat de rest ook aandacht krijgt. Ja, ja. Ja. Ja, wij hebben ook een samenwerking met de Business Club over en weer. Wij zijn ook zelf lid van de Business Club met Geel-Zwart. Ja. Ja. Andersom zijn zij donateur bij ons. Zij kunnen ons dingen vragen, wij vragen hen dingen. Dat gaat prima. Ja, ja. Leuk. Ja. We hebben elkaar van de week ook nog gezien bij een ander akkefietje, maar daar mogen we niet over lullen. Hè? Nee. Vet geheim, Johan. Hè? My lips are sealed, zou George Bush zeggen. Ja. Anders krijgen we een boete. Ja. Ja. Nee, we gaan er verder ook niks over zeggen. We gaan er niks over zeggen. Maar we waren wel Geel-Zwart. Dat is weer... Ja, leuk. Zo is dat. Hartstikke mooi. Helemaal top. Ja. Hey, doen jullie als clubje, zeg maar, van Geel-Zwart, bestuur van Geel-Zwart, hebben jullie ook nog een uitje gewoon... Met ons... wij hebben... Eén keer per jaar gaan we uit eten. Ja. Met aanhang. Ja. En de afgelopen keer zijn we bij Jappas geweest. Ja. Ook sponsor weer van DVS natuurlijk. Ja, natuurlijk. En, lekker. Ja. Leuk. Ja. En voor de rest hebben we onze vergaderingen, wat ook wel een beetje uitjes zijn. Maar die doen we gewoon bij de mensen thuis. Ja, ja. Ja. Hey, wat voor werk doe je eigenlijk, Johan? Ik ben ZZP'er. Ja. En ik verhuur mijzelf aan rijke vrouwen. Oh nee, dat was dat doe ik ook, maar dat loopt voor geen meter. Nee, dat doe ik niet. Ik verhuur mezelf als projectcontroller aan bedrijven en overheden. Ja. Dus als financiële man bij grote projecten. Dat is mijn stijl. Mooi, oké. Ja. Leuk, interessant. Daar heb je een opleiding voor gevolgd, ja? Ja, ik heb een HBO-opleiding SPD. Ja. En voor de rest is het een hele hoop praktijkopleiding. Ja. Ja. Maar centjes hebben altijd wel jouw interesse. Ja, ik kan redelijk rekenen en dan op een gegeven moment ga je daarin verder. Ja, ja, dus ja. Dat is in je lot, hè? Precies. En je hobby is puur DVS? Of niet? DVS. Heb je nog meer? Ik zit op de racefiets. Ja. Dat is ook niet onbekend, hè? Met de geel-zwarte shirts, de Veluwse Stoempers. De Veluwse Stoempers, ja, dat is mooi. Dat is een. Niet een uit de hand gelopen hobby, dat is een leuke hobby. Nou, moeten we met DVS TV binnenkort ook eens een keer wat mee? Hè? Oh, dat kan toch? Ja. Hè?
Ja, ja, Koos die had het erover. Want Richard Plug schijnt ook een beetje een fietser te zijn. Die wist ik niet. Ja. Oh, klinkertjes. Daar moet ik eigenlijk niet te veel op rijden, want dan zijn we niet zo goed te verstaan. Oh. Maar goed. Ja. Dus dat is een hobby. Dat doen we met een veertiental oud-DVS'ers. Of ja. DVS'ers, dat noemen we wel, maar wat oudere DVS'ers. Ja. Ik zie het zo voor me dat jullie hem dan een keer ophalen vanuit IJmuiden en dat je dan met de fiets naar een training gaat of zo. Ja, ja. Oké. Okay, moet kunnen, 200 kilometer. IJmuiden is 100 heen, 100 terug. Ja. Dat is voor jullie geen enkel probleem. Nee, dat is geen enkel probleem. Nee, we hebben ook plan om volgend jaar de Stelvio te gaan beklimmen. Dus, Ja? Mooi. Mooi. Die is best wel hoog, geloof ik. Ja. Oh, mooi. Ik ben hier in Nederland al de Vaalse berg op geweest. Eigenlijk kan me niks gebeuren. Ja. Heb jij die film ook gezien? De Mont Ventoux? Ja. Weet je, hoe heet die schrijver ook weer? Wagenaar? Ja, van de Volkskrant. Van de Volkskrant, ja. Zeer interessant, hè? Echt. Bert. Dat was echt leuk. Ja. Dat boek was al leuk. Ja. Hè? Ja, dat klopt. Het is, maar die film die was... Ik vond het wel heel erg mooi. Ja, niet te hopen dat het nou met een van jullie natuurlijk ook zo afloopt. Nee. Die afdalingen. Oh. Ja, dan ben ik ook heel erg stoer hoor. Dan loopt het ook binnen mijn broek heen. Vreselijk lijkt me dat. Als je ook boven de 60 dreigt te komen, dan... En dat gaat heel snel daar. Ja. Ik denk dan altijd dat die remmen het op een gegeven moment gaan begeven, weet je wel, halverwege. Dat risico is er altijd. Oh, nee. Vreselijk. Ja. 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 Maar goed, daar gaan we even niet aan denken. Hey, maar ben je zo gek van wielrennen dat je ook wel kijkt, de Tour en nu de Vuelta en zo, weet je wel? Ik probeer wel de leuke ritten te kijken in ieder geval. Ja. Ja, mooi hè, daar ben ik ook helemaal gek van. Ja. Ik vind dat prachtig hè. Ja. En dat is al van ouds, als klein jochie al. Ja. Ik weet nog, bij mijn tante die had als eerste kleuren tv. Nou, dan de Tour de France in kleur, dat is natuurlijk geweldig. Ja, het is echt hartstikke. Ja. Ja. Helemaal top. Hey, maar de contacten met de familie, goed close? Ja hoor. Ja? Ja, op zo'n verjaardag alles bij elkaar komen en dan zullen we over korfbal en voetballen. Mijn ouders zijn overleden, maar we houden dus nog 12 verjaardagen over van de broers en zusters en aanhang. Ja. Die worden trouw gezocht en dan zitten we dus met de club bij elkaar. Ja, ja, en veel onderwerpen inderdaad. Voetbal, korfbal. Ja. Wie is de oudste eigenlijk? Nettie. Ja. Die zullen we DVS niet kennen. En dan komt? Nettie, of Gerrit. Ja, Gerrit. Gerrit was conciërge ook. Is nog steeds conciërge. Ook nog steeds? En heeft zelfs ook nog even voetbal bij DVS. Naast het korfballen en voetballen. Ja, voetballen kon hij ook best wel heel redelijk hoor. Dat weet ik niet. Maar korfballen, daar was hij wel donders handig in. Ja, daar was hij beter in. En scheidsrichter. Korfbal scheidsrichter. Ja. Klopt. Maar nu met die andere helemaal over, hè? Conciërge naar zoveel uur. Met een DVL. Ja, met Dick van Leeuwen inderdaad. Dikkie Dick. Yes. Ja, lijkt me een mooi stel zo daar, voor die leerlingen. De, tenminste, dat idee heb ik wel. Ja. Dat idee belangrijke ook. Taak, conciërge, op school. We hadden dan vroeger Gerrit Hamstra, rode Gerrit. Ja, wij hadden zijn broer, hadden Bart. Ja, bij Groeven Meijer. Ja, jullie Bart natuurlijk. Ja. 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 Gymnastiek heb je gehad van? Dat begon met Klaas van Dam. Ja, Klaas van Dam. Oprichter van Indoa natuurlijk, hè, zo moet dat zijn. Dat is de, en die kom ik af en toe nog tegen, dus dan spreek ik nog wel eens. Ja. Ja. Ja, en ik heb ook Aard Mostert gehad. Ja. Ik denk alleen Aard Mostert en Klaas van Dam volgens mij. Yeah. Ja. Ja, oude coryfee. Ja, dat klopt. Ik was op de MAVO de opvolger van Klaas van Dam. Toen ging hij naar de HAVO-afdeling. Ja. Ja. Ja, mooi. Hey, heb jij nog leuke verhalen? Volgens mij heb je daar wel een paar van. Nee, het mooiste feit, ik denk dat ik een van de weinigen ben die in de senioren-elftallen 1 tot en met 16 hebben gespeeld. Ja. Ik denk niet ik heb daar geen bewijs van, maar. Dus. Ik denk dat ik een van de weinigen ben. Ja? Ja. Dus dat is. Dat is uniek. Ik denk dat het redelijk uniek is. Ja. Ja.
Een mooi verhaal. Nou, volgens mij mijn oom start als vrijwilliger. Dat is een van de mooie dingen. Dat was volgens mij een actie van Geel Zwart. Ja. En de jeugd moest toen langs de deuren gaan om pennen te verkopen. En dat waren rode en blauwe pennen. Ja. Alleen in Ermelo, iedereen was al benaderd. Dus op een gegeven moment, ik zat dan nog met mijn pen. Ik was een beetje laat begonnen natuurlijk. Dus dan ben ik maar naar de Putten gegaan. En langs de deuren, ik ben nog op de Stationsweg. De Stationslaan is het daar. Ja. En wilt u nog pennen kopen voor RTC? Nou, dat wilden die mensen wel. Dus dat, zo ben ik mijn pennen kwijtgeraakt. Ah. Opbrengst ging toch wel gewoon naar DVS. Dat is mooi, hè? Ja. En ik weet niet hoe oud ik toen was, maar ik denk een jaar of 11, 12. Ja. Ja, ja, dat is slim. dat teert DVS nog steeds op. Van je rettekatet, ja, juist. Ja, ja. Ja. Daarom zitten we een divisie hoger dan SSC. Waarschijnlijk wel, dat wij veel meer geld hebben. Toen, ontstond al die buffer natuurlijk, de financiële buffer. Ik weet dat het 12 pennen geweest zijn voor een kwartje per stuk, denk ik, of een dubbel per stuk, weet ik veel. Dus dat rekenmodel, dat zat er toen al bij jou in, van de pot. Dat versieren. Ja, ik ga gewoon naar bed. Wat leuk. Leuk. Mooi. Ja, maak je nog meer? Ja, ik was ook vroeger, was ik natuurlijk altijd by far de grootste in het veld. Ja. Ik was, nou, mijn 13 jaar al gezegend met een, hoe lang was ik? 1,85. Zo. Ik had een snor. Dus. Ja. Mooi. En ik had dus ik heb in de huilende moeders langs de kant gehad van de tegenstander. Ja. Die vonden het niet eerlijk. Dan zei ik ook meestal, ja, het klopt ook niet, ik ben ook veel ouder, maar ja, ze hadden wat mensen tekort. Nou, dan ging ze helemaal over de zijk. Leuk. Ja. En heb ik een toernooi gehad in Putten, dat is ook nog met de B1, Henk Luijgers als leider. En die jongens zaten ook alweer, die tegenstanders, die kenden me niet. Ik zei, ja, dat kan er nooit. Dus ik, nou, ging naar Luijgers. Niet zat te hard. Luijgers, doe mijn autosleutels even, want ik heb nog wat laten liggen. Nou, daar waren de rapen ook weer gaar. Dus protest bij de commissie. Ik wil DVS even naar de wedstrijdleiding komen. Nou. Die jongens in Putten zaten bij mij op school, dus die wisten het wel. Ja. Ja. Maar die vreemde tegenstanders, die vonden dat raar. Ja. Mooi. Ja. Mooi. Ben jij ook een fanatieke uitsupporter of niet? Als klein jochie wel, dan ging je altijd mee met de bus. Ja. Dat mocht vroeger nog. Ja, met de bus. Ja. Ja. Maar nee, de laatste jaren... af en toe. Af en toe. Dat is meestal als het als ik verder niks te doen heb. Ja. Als het een beetje lekker weer is. Ja. Dus morgen eventueel in de kantine, livestream. Livestreamen, dat doen we nog wel, ja. 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 Ook, lijkt me ook heel gezellig. Is ook heel gezellig, ja. Even kijken, rood, ik mag niet door. Nee, dus nee, die, hij heeft ook een blauwe auto, die heeft dan voorrang. Ja, hij rijdt ook een beetje aan. Ja. Ja, goed. Dus we gaan af en toe is. Ja, heel goed. Ja. Heel goed. Ja, toekomst van DVS. Hoe zie je die? Ja, nog steeds de vereniging in Ermelo. Ja. Voor jong, oud, jongens en meisjes tegenwoordig. Hè? Dat is weer, volgens mij zit daar ook het... Het groeimodel, zoals het zo mooi heet. Ja, precies. Volgens mij tippen we daar aardig aan de weg. We zijn al aardig wat meiden. Die ongelooflijk. Ja. Nee, dat is wel leuk, want je sfeer op de vereniging krijgt ook weer een andere dimensie bij. Ja. Dat is goed. Hebben jullie er ook een in bij Geel Zwart? Ja, we hebben... Een vrouw, ja toch? Ja, José Timmer. Ja, José, ja. Ja, natuurlijk. Het is niet de eerste vrouw in het bestuur, dat was Jans van der Wal ooit. Ja. In de eindjaren 70, begin jaren 80. Ja. Dat is maar nu de tweede. Ja, heel goed. Mooi. En dat zal in de toekomst wel vaker gaan gebeuren. Ja. Het schijnt dat ze 10% minder hersenen hebben, hè, die vrouwen. Dat heb ik laatst gehoord. Ja, maar er moet wel even bij zeggen, het gaat 10% van de hersenomvang. Ja, het is de toch... inhoud wordt niks over gezegd. Ja, nee, precies. Ja. Nee, en ja, maar... volgens mij heeft dat ook te maken met de grootte van de schedel van de vrouw. Ja. Dus, nee. Dat hebben we weer niet fout weer afgeschilderd. Bij die vrouwen is het ook gewoon veel compacter. En daardoor zijn ze vaak ook veel intelligenter dan mannen. Waarschijnlijk wel. Ze gaan er wat makkelijker mee om. Ja. Want, bij ons is altijd weer zoeken van, goh, waar zit het nu? Ja. Dat denk ik ook, ja. En meestal komen we er ook gewoon niet uit. Dus, precies. Ja. Nou, goed.
Nou, de gemiddelde lengte van de penis, dat blijft ongeveer gelijk. Hebben wij ook begrepen, ja. Ja, ja, ja. Ik weet niet waar ik het vandaan haal. Nee, maar je beschikt over dezelfde informatie als ik. Dat is wel grappig. Nee, dat is niet toevallig. Maar daar komen we zelf achter. Dat is ja. Heel spannend lijkt me dat. Ja. Wanneer we dat dan weer te horen gaan krijgen. Maar goed. Dat klopt. Verder hebben we nergens over. Nee, zeker niet. Jeetje, grote verschillen in mais, hè? Bij de ene is het gewoon een meter hoog en de ander 2 meter hoog. Het zit hem in sproeien, denk ik, Johan, of niet? Sproeien en ook schaduw, soms. Ja, schaduw? Ja. Oh. Als hij in schaduw staat, dan wordt hij minder hoog. Donder. Heb jij daar ook alweer verstand nee, van? Nee, ik zie dat. ik heb geen achtergrond erin, ik weet het ook niet, maar... Nee. Okay. Ik zie dat en dan is dat opeens mijn waarheid. Ja, hartstikke goed. Ja. En zolang er geen maiskweker naast zit die niet tegenspreekt. Ja, is dat. Vanavond nog even muziek? Ja. Het dorp in of ga je naar Groevenbeek Klassiek? Nee, ik denk dat wij het dorp in gaan. Ja. Even het terrasje pikken. Ik ook. Je hebt hier voorgang. Ja. Oh ja, 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 ja. Dat is altijd de kunst, hè, met rij mee. Je moet concentreren op rijden, maar ook... Het is, we pakken vanavond even live muziek mee. Ja, dat is een goede band, geloof ik, hè? Dat is wel een leuke band. Mama en de Huppel de Pup of zo. Ja, nou, we hebben ze een keer gezien in Estrado. En dat is een van de weinige concerten dat we eerder weg zijn gegaan. Ja? Wij vonden ze niet zo goed. Oh, nou goed. Maar dat geeft niet. Ze zijn misschien gegroeid. Op zich, live muziek willen we altijd, daar zijn we van. Rock en blues is dan überhaupt onze stijl. Ja. Ja. Even kijken. 206. Ja, daar woont meneer Kameraad. Hè? Ja, Kees. Ook Kees Kameraad, Jan Varkenvisser. Ja. En wij. Dus het is wat allemaal tegenover EFC als DVS'ers, dus dat is wel goed. Ja, hartstikke goed. Powerplein, ja. Nou, een leuk initiatief ook weer. Hè? Ja. Het wordt steeds gezelliger in het dorp. Ja, toch? Dat klopt. En we zien elkaar, denk ik, vanavond nog wel even. Ik ben er weer bang van. En anders weer morgen of... Ja, goed. Komt goed. Hey, bedankt. Ja, jou ook bedankt. Hartstikke goed. Ik zal maar even ontsnoeren. We hebben het weer 22 minuten volgehouden. Nou, dat is een mooi aantalletje zo bij elkaar. Is het goed? Ja, 22 is goed. Ik zie het staan op de tel. Hartstikke goed. We zien elkaar. Ja, top. Hoi, hoi. En succes, hè, met de geel-zwarte. Kom goed. Hoi, hoi. Hoi. Zo. Dat was Van de Beek, van de bekende sportfamilie Van de Beek. Ja, ja. Dat was de tweede aflevering alweer van Rij mee met DVS TV.